De regio is in de ban van het winterweer. In de nacht van zaterdag op zondag trok sneeuwstorm Darcy binnen. Zondagochtend gingen strooiwagens er al vroeg op uit om de straten zoveel mogelijk vrij te maken, maar eigenlijk was er geen begin aan. De hele dag bleef nieuwe sneeuw vallen. Het winterweer zorgde natuurlijk niet alleen voor overlast, veel mensen trokken erop uit om te genieten van de grote hoeveelheid die er gevallen was. Zo veranderde het Kronenburger Park in een soort wintersportgebied. Er waren zelfs mensen die een afdaling op ski of snowboard waagden. Zoals in de rest van Nederland lag ook hier het openbaar vervoer plat en waren veel wegen onbegaanbaar door de hevige sneeuwval. Strooidiensten waren maandag nog volop bezig om de straten sneeuwvrij te maken. De komende dagen kan er nog meer sneeuw vallen en voorlopig blijft het ijzig koud. Code rood, die zondag gold, is inmiddels ingetrokken, maar de ANWB adviseert om niet de weg op te gaan als dat niet absoluut noodzakelijk is.